Is de trainer jou op een verkeerde plek neergezet? Nou, dat weet ik niet. We hebben ook 0 gehouden, dus dat is ook mooi. Maar ja, ik ga de laatste 5 of 10 minuten mee naar voren en ik leg hem erin. Dus dat is lekker. Ja, het is niet meer toeval, want je hebt het niet alleen vandaag laten zien, maar ook in andere wedstrijden al. Ja, klopt. Ik heb nu 4 keer gescoord, dus dat is op zich wel lekker. Dus als we achter staan of gelijk staan, dan ga ik wel eens mee naar voren. En hij viel vandaag goed voor mijn voeten en ik schiet hem binnen. Ja, dan wordt het 1-0, maar dat was weer matig vanmiddag. Ja, nou ja, we zitten een beetje in. De laatste week is niet hoogstaand, vind ik. En nou ja, het helpt wel mee dat je nu nog op het laatste nog wint. Dat is goed voor het zelfvertrouwen in het team, denk ik. Ja, want dan kun je wel praten over een vormcrisis of iets dergelijks. Maar dat is denk ik veel te zwaar voor dit Geneweiden. Ja, nou ja, ik weet ook niet precies wat het is. Het is moeilijk een naam aan te geven. Maar ja, we zitten gewoon even in een mindere fase. En nou, dan is het extra lekker dat je nog in de laatste minuut eigenlijk op voorhand op de ranglijst moet je winnen. En dan is het extra lekker dat je op het laatst nog wint. Ja, want het voetbal wat jullie zeg maar, bijvoorbeeld hier tegen Putten laten zien. Is zo, dat lekkere combinatie, veel beweging. Ik zie dat niet meer. Is dat alleen vorm of is dat ook iets anders? Ja, nou ja, wat ik net zeg, ik vind het moeilijk een naam te geven. En ik denk, nou ja, dat zijn wedstrijden, dan valt alles goed. En vandaag nou ja, vond ik dat het gewoon niet goed was, dus viel alles verkeerd, zeg maar. We winnen wel, maar kijk, weet je wat het is? We moeten gewoon stabieler worden in onze prestaties en dat is het gewoon, denk ik. Ja, want vorige week ook tegen Staphorst uit. Dan kom je met 1-0 voor en is het gelijk weer tegen de kool weer. Ja, dat gaat denk ik ook heel veel vertrouwen kosten. Ja, nou ja, dat was heel zuur inderdaad. Maar ja, we hebben deze week weer een goede trainingsweek gehad. Vandaag was geen hele goede wedstrijd, maar je wint hem wel. En dat is het belangrijkste, denk ik. Oké, 1-0. Je blijft nu een naar boven kijken, maar het zijn hele belangrijke 3. Ja, nee, zeker. Dit is een hele belangrijke punt. Volgens mij, ik zeg niet dat je nou weer helemaal bovenin meedoet. Maar je blijft in ieder geval een beetje bij. En dat is heel belangrijk, denk ik. Hoeveel is het dat er komend weekend geen competitievoetbal is? Ja, nou ja, dat is, ik vind dat jammer, maar ja, het is niet anders. En we hebben even een vrij weekend. Op zich is dat ook wel weer lekker. En dan gaan we weer op naar de volgende wedstrijd. Ja, maar ik neem aan dat je graag door wilt met weer een wedstrijd gezien vanmiddag. Ja, nee, absoluut. Maar ja, het is niet zo. Het is niet anders. We hebben een vrij weekend en dat hoort er ook bij. En de andere ploegen moeten wel spelen, dus dan kunnen we naar de andere ploegen kijken. Gefeliciteerd. Dankjewel.